Oké, maar waarom heeft iedere school één mannelijke docent waar alle leerlingen unaniem over hebben besloten? Die valt niet op vrouwen. Nee. Iedereen weet het ook zeker. Die valt niet op vrouwen. En dan toch gebeurt altijd dit. Ja, leerlingen. En dan ga ik zo meteen naar huis, naar mijn vrouw en kinderen. Niet gemeen bedoeld, maar what the fuck?